Voor een melding. Auto-ongeval. Op de golfbaan geloof ik. Het is druk, maar we zullen nog maar weer naar de volgende gaan. Iemand neergeschoten, alweer. Samen met de ambulance plaatsen, reanimatie. Ja, de handigste lijkt mij om bij het politiebureau te landen. Om te kijken of daar een politieauto is die ons even kan brengen naar het incident. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor Amor en vandaag ga ik kapot met de nieuwe super dikke Audi Q7 gemaakt door Wandertje en Lars Labré. Dikke shout-out aan jullie en dikke shout-out dat ik hem al early access mag gaan gebruiken. Nu vragen natuurlijk af waar is hij dan. Ik ga hem zo meteen laten zien. Wat ik begrijp, hij komt gewoon lekker online voor jullie, dus binnenkort zal hij te downloaden zijn. Ja, in de beschrijving natuurlijk linkjes naar de makers. Vandaag dus met het MMT, de Q7 van Rotterdam. In dit geval de 17902 als ik het goed heb, of de 901 of 903, weet ik het. En de heli, maar ik heb zo'n gevoel dat ik heel veel die Audi ga gebruiken. En we zullen nu daar naartoe gaan. En dit is hem. De Audi Q7, oranje heb ik ook even aangezet. Van het mobiel medisch team, de 902. Achterin een uitzagunit. En een korpuls, meen ik. Ja, korpuls. Ja, holy shit, inderdaad. Ga even bakken, hè. Nou, dit is hem dus. Ook met de sirene die erop zit. Die was heel moeilijk te maken. Die heb ik zelf gemaakt. Met een vriend dan wel hoor, dus shout out naar hem. En dat is ons een beetje niet echt, ja, het is wel gelukt. Ik ben er zelf tevreden mee. De ene zegt nee, klinkt niet. De andere zegt ja, vet. Ik vind hem heel vet. Dus in ieder geval, daar gaat het om. En nu zul je misschien denken van, hé, wat is dat voor een van neuk de sirene. Maar het is toch echt de sirene van die auto. Groen zit er ook nog op. Oranje, groen. Geen werkverlichting zo te zien. Oh. Nee. Ofwel, maar dat vind ik dan niet. Goed, wij gaan kijken welke meldingen wij allemaal gaan vangen. Kijk, dit zijn allemaal meldingen. Waarom zou het MMT naar iemand gaan die is aan het overgeven en koorts heeft? Dat is niet echt een... Dan zijn misschien echt een, ja, een baby of zo nog net. Weet je, je ziet vaak een koortsstuip bij baby's. Dat wordt vaak door de ouders gemeld van, holy shit, mijn kind ademt niet meer, kom sneller, wordt helemaal blauw en zweterig. Ja, dat is vaak een koortstype. En dan zie je wel dat, ja, dat de ouders in paniek raken en tot het zo wordt gemeld dat ze denken dat het toch wel echt een MMT inzet is. Jullie gaan dus nu kennis maken met de sirene, maar natuurlijk ook meteen met de Audi, hoe die rijdt, hoe ik rijd. En ja, gewoon een zieke bak. Het enige nadeel, en dat weten ze ook wel, is dat hij heel veel polies heeft. En je nadeel daarbij is vooral, het is natuurlijk zo, hij is heel gedetailleerd en daarom krijg je nieuwe polies. Dus het is super vet dat hij zo gedetailleerd is en super ziek uitziet. Maar aan de andere kant, in de clan kunnen we hem niet gaan gebruiken, want hij heeft zoveel polies. En dat heb ik ook gezegd van, oh, dat vind ik, of dat heb ik, eigenlijk heb ik dat wel gezegd, dat vind ik jammer. In ieder geval, ja, voor de rest gewoon een perfecte auto. Alleen ik zag er net dat als ze links instappen tot de rechterdeur open gaat. Nou, dit is de sirene. Dus dan denk ik van, what the fuck is dat? Of je denkt van, wow, dat is inderdaad echt precies hetzelfde. Dus, ja, laat het maar weten in de comments. Ik zal even een filmpje in beeld laten komen. Moet ik wel even zorgen dat ik toestemming krijg van de eigenaar. Of ik pak een filmpje van mezelf. Ik had laatst ook zo'n ambu gefilmd. En dan kun je horen dat die eigenlijk toch wel redelijk hetzelfde klinkt. Wat je wel een beetje erin hoort, is een beetje tot die langs rijdt. Dus ja, de sirene is gepakt uit een filmpje waar een ambulance in dit geval gewoon langs rijdt. En wat je dan krijgt is dat je wel een beetje hoort tot die dichterbij komt steeds. Maar ja, het is maar zo. Het is niet anders.
En ja, het is niet een kapotte brandweersirene of een kapotte ambulance sirene. Het is echt gewoon een elektrische luchthoorn, wordt het ook wel genoemd, geloof ik. Sorry, ik wilde naar rechts. Hier pak ik hem wel rechts. Iedereen stilstaan. Niet blokkeren, niet blokkeren. Keurig. Ambu heeft hem nu ook natuurlijk. Maar de politie is ook te plaatsen. Ja, hoor iedereen roepen. Hoor ze allemaal, holy shit, Jesus Christ. Zieke Audi Q7 gemaakt door Wannetje en Lars Lambree. Dus daar zit de politie, daar zit de ambu, maar ah, daar zitten er wel. Nu zet ik groen aan, dat is helemaal niet de bedoeling. Ja. Goed boys, wat gaan we pakken? We pakken maar even onze eigen live of corpuls. We pakken maar onze eigen uitzichtunit. We pakken de spoedtas die... Oh, ik ben hem vergeten. Kan gebeuren. Wat een sirene is allemaal, joh. Vandaag MMT dus, hè. We zijn arts, we zijn verpleegkundige, we zijn piloot, we zijn chauffeur. Dit komt omdat hun toch niks doen. Goed, ik kom eens kijken. Hallo, wat hebben we? Wie hebben we? Waarom hebben we? Neergeschoten door wie? Iemand een verhaal? Niemand? Oké, dankjewel mensen, toppertjes. Oeh, die is dood. Reanimatie starten. Ja, kun je kijken, maar hij is echt dood. Oké, okay, ha, we gaan maar even kijken naar op de hartmonitor. Hart, ja, oké. Okay. We hebben ritme, we gaan vervoeren. Of jij gaat vervoeren. Richting ziekenhuis, Erasmus. Traumacentrum. Oké, ja. Hun gaan naar het Erasmus. Misschien toch even meerijden. Nou, we worden ook opgeroepen voor een voertuigongeval. Dus dan gaan we daarmee... Voor de melding, auto-ongeval. Op de golfbaan geloof ik. Yes.
Iedereen boos op me. Ja, hij maakt toch gewoon mooie ruimte. Ik wilde even links er langs gaan omdat hier geen ruimte werd gemaakt, maar hij maakt toch mooie ruimte. Dus chapeau. Opletten met voetgangers hier, yes. Licht, yes. Is het nou wel of niet op de golfbaan? Nee. Dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk. Nog geen politie ter plaatse. Dat is niet zo handig. Oep. Nee. Ga dan maar om. Ja, je hoeft niet naar mij toe te komen. Wat mot je nou allemaal? Dan zet ik hem zo neer. Goed. Hoi. Jij bent gewond? Of jij staat erbij? Ah, we gaan het zien. Ja, zij is gewond. Oké. Betreffende een aanrijding auto X persoon, wat ik zo snel kan zien. X staat voor tegen, versus, VS. Dus auto tegen een persoon aangeknald. Hartslag goed. Heel yield. Oh, kan beter hè. Zo 100% maximaal kunt hebben. Bloeddruk. Oh, netjes, zeer netjes temperatuur. Netjes. Ik zeg vervoeren, het was geen MT inzetje waard. Het is druk, maar we zullen nog maar weer naar de volgende gaan. Iemand neergeschoten, alweer. Het is vandaag wel... oeh, dit is een hoek. Misschien zijn we eerder dan om te plaatsen. Als jullie nou weer instappen. IMS survived. Oké. Okay. Dus samen met de politie en met de... Ja, dat heb ik... Nee! Jongen. Het is toch een melding heb, want dat was mijn uitschelden. Samen met de politie en ambulance van de wegpersoon neergeschoten, zo goed als ter plaatse. Hallo. Kijk, niet zo goed allemaal hè. Meenemen A1 Erasmus. Goed zo. Erasmus is trouwens, ja ik zeg altijd Erasmus. Dat is dit ziekenhuis, grote ziekenhuis van GTA 5. En in de clanwereld is dat het Erasmus bij ons dan. En aangezien wij MMT van Rotterdam zijn, ja dan...
kunnen we best wel zeggen dat hij naar Erasmus moet, hè? Ja, daar gaan we ook wel even mee naartoe. 100 meter verderop, een reanimatie. Ik zie de ambulance rijden. Samen met de plaatsen, reanimatie. Hallo, te plaatsen. Als we nu niet op tijd zijn, dan weet ik het ook niet meer. Goed, laat mij maar overnemen. Bedankt voor de hulp, meneer. Broers, nee, oké. Okay. Druk dagje voor de MMT. Zoveel melding krijgen geloof ik nooit. Nou ja, reanimatie. Reanimatie gestart, de hartmonitor aansluiten, misschien wel shocken, medicijntjes klaarmaken, adrenaline, noem maar op. Waarom zijn wij aan het reanimeren? Jullie moeten reanimeren. Meestal doet de, ja, meestal is de ambulance eerst te plaatsen natuurlijk. Oké, okay. Veroordelen van ritme. Saturatie gaat omhoog. Voor de rest gaat niks omhoog. We gaan even door. Oordelen, ritme. Overal schrenen, joh, niet normaal. Daarin, daarachter staat geloof ik steeds politie van de vorige melding. Saturatie daalt, hè? Net als 74 geloof ik. Okay. Hoe lang ligt hij hier al? Want ja, het ziet er niet zo goed uit. Waar binnen 2 seconden plaats, joh. We gaan staken. Zijn verleden lijkt schouwer of begrafenisondernemer zal ter plaatse komen. En ja. Dan gaan we even naar het ziekenhuis waar ik ben. Naar het vliegveld. En dan kunnen we ook nog eens de Eli pakken. Want die willen jullie natuurlijk ook wel zien. Maar deze is natuurlijk veel mooier. Oh, moeten we nu over hem heen rijden? Ja. Hoi hoi. Wat een rust opeens. Zo. Oh, zag je dat? Hij ging van oranje naar groen naar oranje. Hij zag natuurlijk dat een dikke Audi aankwam en toen gaf hij... Oh, oh. Oh. Wat erg. Nou, ik zie jullie in ieder geval zo op het vliegveld. Zo. En we zijn weer terug. Ik zal deze maar even hier dan parkeren. En dan gaan we hem misschien wel voor vandaag. Ik denk het wel. We zijn lang bezig hoor. We gaan hem voor vandaag achterlaten. We zullen nog een vluchtje met de heli doen. En dan zetten we die aan. En dan krijgen we een melding. Ik ga... die eruit trekken en dan gaan we de
controller erin steken. En dan gaan we naar een melding van een persoon die niet aanspreekbaar zou zijn. En dat komt door iets super ernstigs dat hij niet aanspreekbaar is, want daarom komt het mobiel medisch team. Zo zien we eigenlijk 100 meter verderop is. Oké, daar hebben we niks aan. Hij bekijkt of alles goed is. Ja, alles is goed. Duimpje omhoog. Toppie man. Ambulances zijn nog ter plaatse. Dus bekijken we de route even. Oh, daar. Oeh, dat is niet handig. Midden in het centrum met wegen en gebouwen. Maar hij is een keer verteld dat je alleen zo mag opzagen. Ze noemen dat ook. Terwijl dat is gewoon via de landingsbaan, net zoals een vliegtuig. Dan even de taxibaan volgen en dan vervolgens de landingsbaan gebruiken. Kijken we goed voor ons, want dit is een landingsbaan voor privéjets en zo. Ik zie er geen, crossen we dit en dan zijn we in een rechte lijn onderweg naar de locatie. Gaan wat hoogte maken. Kijk, hier links onder, ik zie daar een ambu staan. Ja, de handigste lijkt mij om bij het politiebureau te landen. Kijken of daar een politieauto is die ons even kan brengen naar het incident. Ik ga niet op die weg landen zonder politie ter plaatse. We kunnen echt letterlijk op het politiebureau. Of we doen toch nog een beetje cool en we pakken hem hier zo op straat. Beetje cool natuurlijk, hè. Ja. Net om met de bomen en met de vlag. Links en rechts zijn vrij kijken dan op de rand, joh. Oh, een beetje wind naar. Ja, ja, ja. Hier gaat het wat omlaag. Nog iets naar voren. En smooth. Hoi, ik leen jullie ter rand even, hè. Even raampje tikken, denk ik. Hoppa. Nee, die mod moet uit. Joh, ik heb wel lag, hoor. Ik weet niet. Ik rijd dus nu weer met mijn controle, ben ik echt niet meer gewend. Wie, wat en waar ligt hij? Is er. Hallo, wie is het? Ha, ja, het is deze meneer, een piloot, ik zie het al. Wat was de melding alweer? Ja, oké, medicatie geven. Jij, mijn verpleegkundige, begin me op te trekken. We gaan het luisteren, dit, dat, we gaan eens kijken. Dat is niet goed allemaal. Nee, ik weet echt niet wat ik allemaal... Ja, weet je, hartslag is een beetje bradycardie, hoe je dat noemt.
een beetje laag of 40, maar dat kan nog normaal zijn. Hè? Stel je bent heel getraind en zo. Ja. Dan kan nog laag. Bloeddruk is 100 over 70. Dat is bovendruk is wat lager, maar voor hetzelfde geld is je daarmee bekend. Hadden we nog een ademhaling van 10. Ja, normaal is het 14, dus dat is ook wat lager, allemaal wat lager. Dus we gaan wel medicatie geven, misschien wat zuurstof. Ik weet het soort ratio niet meer. Wat zuurstof nog. En dan mogen jullie gaan vervoeren met de ambu. Hallo, ben je als een stewardess? Je zit niet aan een stewardess. Wij pakken de Touran weer terug. Richting het HB. Het hoofdbureau van de politie. Pakken we de heli. Vliegen naar het vliegveld. Pakken hem hier nog even de rood. En dan ga ik de video beëindigen. Ja, je kunt mijn vlucht nog even bekijken. Hola. Nou, in ieder geval wil je die Audi nog vaker zien. En de heli natuurlijk. Laat het dan even weten in de reacties. Ja, dan zie je hem uiteraard zo snel mogelijk weer terug. Natuurlijk niet over 2 dagen. Dat zou wat zijn. Maar ja, laat zeggen over 2 weken misschien. Of over een maand. Of weet je, een beetje tot er wat tijd tussen zit. Snap je? Melding uitzetten. Zo. Lifeliner 2, klaar met de inzet. Retour Rotterdam De Heek Airport. En dan zit het er voor ons op. Dan neemt de nachtdienst het over. Veel wind. Heel veel wind. Heel veel wind, joh. Wat is dit? Hey. Afwijken, alleen moet je kijken, man. Goed. Oké, dan moet ik echt weg. Ik ga de landing clearance aanvragen via de landingsbaan van de privéjets. Mocht er eentje komen, zien we hem hier nu. Ik zie niet echt iets. Laatste check. Oh, je wacht even. Nee, oké. Okay. Nee, ik pleur hem niet. Vriend, ik werk hier. Ja, zo. Nou, hierop snijden we hier wat af. Zo. Hey, kijk, een privéjet die opstijgt. Hier staat een of ander raar karretje op de taxibaan. Onze Audi is weg. Hoe kan dat nou? Ik heb hem toch gesaved? En die polo die ik per ongeluk in spande staat er wel nog steeds. Iemand heeft onze Audi gestolen, het is officieel. Lifeliner 2, zet hem in het rode vlak. Ziet eruit als hier mag je absoluut niet landen, maar ik doe het wel. En dan zit het erop voor vandaag. Ik hoop dat je een leuke video vond. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En wat dat gaat zijn, ik meen met Kim. Met een T5 busje in Sandy Shores. Of dat goed gaat, dat weet ik nog niet. Dat weet ik zo nog niet. Dat mogen jullie zelf bepalen. Tot dan. Doei.